Een overval gisteravond op een tankstation aan de Limburglaan. De overvaller bedreigde een medewerker van het tankstation met een mes. Daarna vluchtte hij richting Hastelweg en Strijpse straat. Daar verschool hij zich een tijdje in een huis, maar daarna ging hij er weer vandoor. Uiteindelijk kon de man worden opgepakt op het Trudoplein. Het is nog niet duidelijk of hij bij de overval iets heeft buitgemaakt.